Over een paar minuten gaat het hier beginnen. Dan barst het grootste bladfeest los. Maar eerst even het kort wat u vanavond nog meer bij Veronica kunt verwachten. Gezelligheid troeft, zoals u weet, in Zaterdagavondcafé. En dat café opent vanavond om 10 uur voor de laatste keer haar deuren. Daarna Mark Klein-Essink in zijn eigen Casino Royale. En dat wordt gevolgd door erotische belevenissen. We sluiten deze avond af met veel muziek. Om 11:30 Countdown Late met in de hoofdrol Bon Jovi. En dat wordt gevolgd door de boss Bruce Springsteen in concert. Maar zoals ik al zei, nu eerst het grootste bladfeest vanaf het Malieveld in Den Haag. Ten slotte is het hier ooit eens allemaal begonnen. Zoals u weet heeft het Veronica Blad een wekelijkse oplage van maar liefst 1.250.000 exemplaren. Reden voor een feestje, dachten wij. Het hele feest staat in het teken van Azië, de programmareeks die deze zomer van start gaat. En vandaar dat alles in Azië-sfeer is. Artiesten vanavond zijn onder andere Barry White, Jocelyn Brown, de Gypsy Kings en onze eigen René Vroger. Kortom, het grootste bladfeest van de grootste omroep met de grootste oplage.